Goedemorgen, welkom bij ons. Goedendag, ligt aan wie je kijkt natuurlijk. Welkom bij ons Italië. Vandaag ga ik het hebben over koffie. Niet dat ik nou echt een hele grote koffiekenner ben, helemaal niet. Ik vind koffie lekker, ooit vind ik het niet lekker. Maar hoe vaak komt het niet voor dat je in een vakantiewoning bent en dat je eigenlijk helemaal geen goede koffie kunt zetten? In het verleden wij zelfs wel eens van die kleine zakjes met espresso of cappuccino meegenomen. Verschrikkelijk. Erg. Moet niet kunnen. In mijn reis door Italië ben ik ontzettend leuk apparaat tegengekomen, een percolator. Nou, ik denk, hele mensen kennen de percolator wel. Dat is de percolator. Onderin gaat water, koffie middenin. Je zet hem op het vuur. Het water gaat door de koffie heen, de overdruk. En ik heb een heerlijk pakje koffie. Ik zal het even laten zien. Op zich is dit natuurlijk helemaal niks nieuws. Water gaat erin. Filter erop. Koffie erin. Die erop. En klaar. Wat is nou wel heel erg leuk en uniek? Hij is van hout. Hij is helemaal van hout. Uiteraard wel met de staal onderkant, maar van binnen ook, bij niet te zien, hout. Dit heeft als gevolg dat de koffie een hele mooie, zachte smaak krijgt. Er zijn verschillende soorten hout. Dit is mahoniehout. Hier in Nieuwe is er een die ik trouwens zelf gebruik, al jaren. Als wij op vakantie gaan, neem ik hem altijd mee. Heerlijk. In totaal kun je ongeveer 6 espresso kopjes uit één kan halen. Het is 300 milliliter. De meeste mensen zullen er wat meer in doen. Ik heb hele lekkere koffie. Helaas is die nog niet in de webshop. Ik ben er heel druk mee bezig. Fadi koffie uit Puglia. Ongelooflijk mooi. Dit is 100% Arabica. Dus wel een lekker pittige bakkie. Koffie staat er ineens aan, dat ruikt nu al lekker. Kannetje erop. Even goed vastzetten. Op de inductieplaat. Inductieplaat aan en we gaan lekker koffie maken. Kijk, nu komt er wat koffie uit, hoop al. Zo snel gaat dat. Nou, binnen 2 minuutjes heb je dus een heerlijk pakje koffie in een houten kannetje. Geeft heel veel mooi extra smaak en het ziet er gewoon, ja, laten we eerlijk zijn, het ziet er geweldig uit. Even inschenken. En natuurlijk heb ik wel een goede koffie gebruikt. De Fadi koffie, maar je kunt ook eigenlijk elke espresso koffie kun je gebruiken. Ga ik zeggen, geniet ervan. En vergeet niet webshop.ronsitalie te bezoeken. Om het koffiezetapparaat te bekijken. En binnenkort krijgen we ook lekkere koffie. De Fadi weet ik niet zeker. Maar er komt een andere lekkere Italiaanse koffie bij. Geniet ervan. En veel plezier. Dankjewel.